mijn beste vrienden. Van allemaal. Al die redevoeringen en al dat geschreef in verband met de 46e verjaardag van die onafhankelijkheid. Al dat geschreef. Uit allemaal komt de ABOP eruit als het meest banale. Ja. Ten eerste wordt begonnen door te zeggen, vandaag is ons land 46 jaar onafhankelijk. Daarom is het belangrijk om na te gaan van waar we komen, waar we staan en waar we naartoe gaan. Ja, nu pas. Kijk, 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 kijk. Dit is de grootste dooddoener die u kunt bedenken. Een cliché waar je ook mee opent. Man, Suriname staat internationaal bekend als het meest beboste land. 93% hoor ik niet, gadomang. Met trots mogen we zeggen dat we meertalig zijn. Ja, dus die hele, hun reden bestaat uit de opvoering van een aantal feiten die iedereen al weet en in de schoolkinderen van de zesde klas kunnen checken. Maar goed, 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 goed. Ik vind ze nog, het zwaarst gaan ze nog in de mist wanneer ze het hebben over beste vriend, ik moet het lezen, ik ben dat niet gewend, maar ik mag geen stukje missen. Kijk, 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 kijk. Dit vind ik het ergste wat er staat. En het is zo mooi geschreven, maar wanneer je de werkelijkheid kent, is dit gewoon puur banaliteit. Gewoon grove onbeschoftheid en gelogen vanuit de koker van de ABO. Ik citeer. Suriname is het land van ongekende potentie en lekker eten. Vriendelijke mensen, het land van prachtige houten gebouwen, ongerepte natuur en ongeëvenaarde biodiversiteit. Beste vrienden, dat deze mensen, deze volzin, uit hun strot hebben kunnen krijgen en dat het papier zo genadig is geweest dat ze het hebben vastgehouden. Me gado me masramitata, wat een leugenaars. Kijk nou. Vriendelijke mensen, ja, we zijn een vriendelijk volk. Maar onder druk van de zware criminaliteit, de grote pinari, armoede en de ontevredenheid van mensen, de slechte medische zorg, de slechte economische toestand van het hele land, worden Surinamers steeds minder vriendelijk. En bedenk, tegenwoordig kan je niet zomaar stoppen op een lege weg en denken dat je iemand gaat helpen. Pas op, je krijgt een dubbele loop gericht op jou. En je moet alles afstaan wat je hebt en wat die mensen kunnen gebruiken. Beste vrienden, we praten over het meest vriendelijke land van de hele wereld. Er wordt gelogen. Kijk, een andere leugen is natuurlijk prachtige houten gebouwen. Ik hou van ze, ik zie die gebouwen, maar ze zijn brokko. En er is al een aantal keren geld gegeven om de gebouwen te repareren, om ze te restaureren. En dat geld is opgevreten en die gebouwen zien er nog steeds uit als rotzooi. Ik ben voor een mooie houten stad, uniek. Maar wat wij ervan hebben gemaakt, en dat legt niet uit. Prachtige houten gebouwen. Ik neem iemand mee om te zien en die foto's te maken. Hé, hey, man, hier in dat gebouw van Anton de Kom, dat huis van Anton de Kom. Ziet eruit als al die beloften die hier gedaan worden.
in de afgelopen tijd. Verschrikkelijk, zijn jullie. Vreselijk. Vreselijk. Maar het wordt erger, beste vrienden. Suriname is een land. Ongerepte natuur en ongeëvenaarde biodiversiteit. Deze kwallen vergeten te zeggen dat zij het goud van Suriname aan het roven zijn met kwik. Waardoor ze die hele biodiversiteit kapot maken. Waardoor ze rivieren vergiftigen. Waardoor vissen worden gevangen met kwik in hun lijf. Waardoor de eigen inheemse bevolking, de eigen mensen in het binnenland vergiftigd worden. En we praten over ongerepte natuur en ongeëvenaarde biodiversiteit. Beste vrienden, ik stop hier, want de ABOB, die weet, en zeker in dit schrijven, helemaal niet waar ze het over hebben. Het zijn hypocrieten. Beste vrienden, dit zijn de landrovers, de goudrovers, de houtrovers. En zo kunnen we nog een paar andere zaken opnoemen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik zie u later en ik vraag u, nomek no wans machayu edegwe, Suriname unite. Nog één ding. Waar de ABOB over had moeten praten, bijvoorbeeld, was dat ze nou na eindelijk 46 jaar zullen meewerken aan een democratisch, rechtvaardig en een kiesstelsel wat bij de tijd is en wat de hele Surinaamse samenleving vertegenwoordigt. Dat had ik willen horen. Paramaribo groet u. Tot later.